Goedemiddag, we gaan beginnen met onze vragen zeker. Ja. Bij welke club begonnen jullie met voetballen? Breidingen? Ik ben begonnen bij Breidingen. Ik heb er wel maar een jaartje gezeten, maar daar is het allemaal begonnen. Ik bij KFC Heist, de eerste 2 jaar en dan naar hier gekomen. Van welke voetbalploeg waren jullie vroeger fan? Ik was van Dortmund. Ik ben opgegroeid met mijn pa die diehard voor de club was, dus bij mij was het meteen blauw-zwart. Wat vinden jullie het minst leuk om te doen als voetballer? De fitness. Ik hoop eigenlijk om zo rap mogelijk het veld op te staan. Wat zou je zijn geworden als je geen voetballer was? Misschien kine. Je traint al veel en al, dus je zit al bezig met je lichaam. Dus ik denk dat ik eerder in die richting zou gaan. Ja. Is veel studeren, hè, man? Ja, maar ik ben slim, dus dat gaat wel gaan. Ik vraag het maar even. Ik denk dat ik rechercheur zou worden. Ik wou... er wordt daar weer mee gelachen. Ik heb, voordat ik echt prof was, geïnformeerd op een beurs om politieschool te doen. Maar dat was blijkbaar onmogelijk om die combinatie te maken met voetbal. Dus heb ik dat jammer genoeg niet kunnen doen. Maar ik denk wel dat ik dat zou gekozen hebben. Wat hopen jullie nog te bereiken in jullie carrière? Ja, laat ons beginnen met dit jaar. Hè. We hebben nog veel om voor te spelen. Hè. Dus je weet nooit waar we in Europa geraken. En je weet ook nooit wat er in de competitie zal gebeuren. Dus we zullen zien wat daar wordt. En uiteindelijk denk ik dat het voor mij ook wel een droom is als jonge speler om eventueel een WK te mogen meemaken. Dat zou iets heel moois zijn. Dus dat is, dat is ook wel een droom van mij. Ja. Ik zou graag nog een 6e titel hier bereiken. Ja. Behalen. Omdat maximum staat nu op 5. En als Hans en ik dat nu behalen, is dat nu dit seizoen of later, zijn we eigenlijk samen recordhouders hier. En dat zou toch wel de kers op de taart zijn voor mijn carrière. Bij welke club hopen jullie nog te spelen? Breidingen. ik zou graag nog een keer in Spanje spelen en dan zou ik het liefst bij Barcelona wel uitkomen. Dat is een lichte droom van mij. Oké, en moest je nu een dag ervoor een contract aangeboden bij Real Madrid? Maar voor het dubbel van het geld zou je gaan? Ik heb niet echt een haat-liefde tussen Barcelona en Madrid. Dus op die moment zou ik gewoon kijken naar wat sportief de leukste uitdaging is. En dan zien we wel als de centjes volgen. Als je soms eens mag zeuren en niet altijd gezond moet eten, wat zou je dan het liefst eten? Chocolade. Als de mogelijkheid er is, dan liefst wel naar de frituur dan. Mag dat veel, zo zuren? Het probleem is natuurlijk, het feit is dat we 2 wedstrijden in de week hebben, zo goed als elke week. Dus die kans is er niet superveel. Maar bijvoorbeeld nu met de interlandperiode is dat natuurlijk wel een keer mogelijk dat we een keer een frietje gaan halen. Nee. Naar welke spelers kijken jullie het meest op? Bij mij zijn dat natuurlijk iets meer rechtsachters en linksachters. Vooral links dan. Ik was vroeger enorm fan van Marcelo van Real. Dus dat was een groot voorbeeld voor mij. En ik denk nu dat Cancelo van Barcelona wel op dit moment misschien de beste linksachter is. Ik kijk altijd op naar Ramos. En dat is nog altijd zo. Ook al zit hij nu in de herfst van zijn carrière. Het is een hele goede verdediger en ik kan er enorm veel van leren. Dus, ja. Wat vind je het leukste om te doen als voetballer? Ik denk het gevoel dat je na de match binnenkomt en weet dat je gewonnen hebt, is het mooiste gevoel in het voetbal voor mij persoonlijk. Het is eigenlijk een week dat je er naartoe werkt, of in ons geval soms 3 dagen. En als je die winnend kan afsluiten, is dat eigenlijk het mooiste wat dat er is. Ja, als je de hele week of die paar dagen naar een wedstrijd op tactisch vlak en fysiek vlak je voorbereidt op die wedstrijd en het komt er dan goed uit in die wedstrijd, dan ben je echt blij dat alles goed gaat. En als je dan winnend dat afsluit, dan dat is een heel, heel leuk gevoel. Wie is de beste speler waar jullie ooit al tegen hebben gespeeld? Er is iets meer keuze in, hè, maat. Ja,
Ik denk toch wel Mbappé. Die was, ja, met zijn snelheid was hij toch redelijk onverdedigbaar. Ja, dat was toch wel een klas apart. Ja. Mijn eerste keer dat ik echt dacht dat ik iemand heel goed vond, was toen ik hier tegen United speelde. Dat was op verplaatsing toen. En dat was toen een van de eerste wedstrijden van Bruno Fernandes bij United. En die was me toen heel hard opgevallen hoe goed die eigenlijk wel was. Dus ik denk voorlopig dat hij wel de beste was. Wie zat er dan het meest in tijdens de trainingen? Brendan. Misschien wel, ja. Brendan, elke training opnieuw. Dat is, die gaat echt altijd voluit. Dat is, daar kan je niet naast kijken. Het is maar één antwoord mogelijk, denk ik. En er zijn inderdaad heel veel spelers die dat ook doen. Maar dan bedoel ik ook naast de training en zo. Dan is hij daar wel een voorbeeld van. Bedankt. Welke sporten doen jullie nog graag buiten voetbal? Ik padel redelijk graag. Het is wel al even geleden, maar met het drukke programma was dat gewoon een beetje moeilijk. Maar als het kan, probeer ik dat wel te doen. Ik vind dat wel plezant. Ja, ik ook wel padel. Ik denk dat dat een beetje in zijn eigen komt de laatste jaren, dat iedereen dat wel graag doet. Maar bijvoorbeeld biljart ook, darts, snoekers, dat zijn allemaal dingen die ik ook graag doe. Is dat sport? Blijkbaar. Wat doen jullie liever? Maken jullie liever een goal of een assist? Als verdediger zou je zeggen van een clean sheet, goede verdedigende acties, daarvoor doe je het. Maar nu de laatste tijd heb ik toch een paar keer gescoord en dat heeft toch nog een heel ander gevoel als je scoort. En dat is eigenlijk ook wel een keer leuk om te doen. Dus ik zou toch wel ook voor scoren gaan. Wat is jullie lievelingsgerecht? Wap. Ik weet niet of iemand van jullie dat kent? Ja, ja. Haha, voilà. Dat is dus worst, appelmoes en patatjes. De appelmoes. Ik hou wel van een goed vleesbroodje. Met? Ja, patatjes. En? Kriekensausje. Dat mag niet ontbreken. Wie denken jullie dat Europees kampioen zal worden? Hopelijk België natuurlijk. Maar... Het kan, hè. Ja, het kan zeker. Frankrijk. Ja. Engeland. Het zijn veel goede landen. Ja. Het is heel moeilijk om iets aan... Ja. Maar je moet een land zijn, hè, Mechel? Ik zeg Portugal. Ik ga voor Engeland. Welke videogame spelen jullie graag? Goh, ik heb vroeger heel veel Fortnite en FIFA gespeeld. Maar ik moet zeggen dat ik het laatste jaar eigenlijk mijn PlayStation niet meer heb aangestoten. Dus het is al heel lang geleden, maar ik speelde wel heel graag Fortnite en FIFA vroeger. Ik heb al jaren geen PlayStation meer gespeeld. Ja, ik ben al een beetje ouder, ja. maar vroeger, als ik toen speelde, was het vooral FIFA. Wat vinden jullie het leukst aan het trainen buiten? Veel wedstrijdjes, afwerking. Ik denk dat elke speler dat wel het liefste doet. Maar een passing, als dat goed loopt, is dat ook wel een keer, ja. Is dat echt wel genieten. Kan ook inderdaad. Als iedereen er zo hard in speelt, en die komt goed en er zit tempo in, dan is dat echt wel zalig. Wie is de grappigste speler in het team? Ja, Skoras, hè. Die kan er ook wel van. Ja, daar kan je echt wel mee lachen. En als je voor Hans' humor zit, kan die ook wel grappig uit de hoek komen. Dat is ook waar. Maar ik zeg toch wel Skoras. Ja. Hebben jullie liever een uit- of een thuismatch? Als het een uitwedstrijd is, bijvoorbeeld als standaard of zo, kijk je er wel naar uit. Maar als je een uitwedstrijd speelt en ik zeg nu maar iets Eupen, dan speel ik wel liever thuis tegen Eupen. Dus, ja, zo die uitwedstrijd tegen topploegen is wel nog iets anders, omdat er zit daar zo'n bepaalde haat in de tribunes tegenover ons. En dat is eigenlijk wel nog leuk. Je wordt er ook zo'n beetje van opgehyped en zo. En dat geeft wel een goed gevoel. Maar ik denk dat er weinig op kan tegen een kolkend Jan Breidel, waarom de supporters helemaal uit hun dak gaan. Dus ja, dan toch liever het thuismatch. Is het moeilijk om gezinsleven en voetbal te combineren? Soms is het wel een beetje zoeken naar vrije momenten om
een keer iets leuks te doen of een keer uit eten te gaan of zo. In functie van de wedstrijd, want dat lukt niet altijd. Maar voor de rest valt dat op zich wel goed mee. Je moet natuurlijk wel een vrouw of vriendin hebben die daar, die dat kan plaatsen, dat je regelmatig weg bent en veel moet gaan trainen en dat ze soms niet altijd op de eerste plaats komt. Dus als dat goed zit, dan valt het heel goed mee. Ja, bij mij is dat nog iets anders. Hè. Ik woon nog alleen, dus ik kan nog altijd alles zelf bepalen wat ik doe. Dus ik ga gewoon één keer per week gaan eten met mijn ouders thuis en daarmee is alles opgelost. Wie heeft de slechtste muzieksmaak in de groep? ja, wij als Vlaming zetten gereeld een keer carnavalmuziek op. Dus ik denk als je die vraag aan andere spelers stelt, dan die ons wel gaan zeggen. Dus het is eigenlijk ook meestal wij die de muziek een beetje kiezen. Dus de andere muzieksmaak van de jongens heb ik eigenlijk nog niet veel gehoord. Ja, of het is wel de Afrikaanse. Ja, maar ik hoor dat wel graag. Moest een van jullie neefjes of misschien kindjes in jullie voetsporen gaan, wat zouden jullie hun zeker meegeven? Kijk niet te veel naar anderen. Ik denk dat dat iets heel belangrijk is. Kijk gewoon naar jezelf. Want je mag jezelf nooit vergelijken met iemand anders. Want je bent gewoon twee verschillende personen. Dus als het iemand beter doet op die moment, op jouw positie, kijk daar niet naar. Kijk gewoon naar jezelf. En werk ervoor en dan zie je wel binnen een paar jaar waar je staat. Hoe gaan jullie om met kritiek? Als ik jonger was, had ik daar wel veel moeite mee. Toen las ik ook veel zo die artikels op internet en al en die reacties. Maar dat steekt je alleen maar in de grond en dat is echt niet plezant. Nu heb ik dat wat afgeleerd en ben je ook gewoon rustiger in je hoofd. Dus ja, je moet je er proberen te van distancieren. En er hadden er altijd wel zijn die tegen je zijn. Dus als je nu goed speelt of slecht, er zal altijd kritiek zijn. Ja, dat is een moeilijk puntje in het voetbal natuurlijk, zeker met de sociale media die er nu is. Ik heb dat ook wel gedaan in het begin, om wat dingen te lezen en te zien wat ze denken over jou. Maar uiteindelijk heb ik dat ook nu Facebook verwijderd en heb je daar eigenlijk geen nood meer aan om dat allemaal te lezen. Uiteindelijk weet je zelf als je een goede match speelt of niet, dus dat is gewoon het belangrijkste. Bij welke club zou je je carrière willen eindigen? Dus van alles hoe ik hier stond. Ik ga er alles aan doen zodat dat hier nog zo lang mogelijk duurt. Ik heb er al aan gedacht om misschien het allerlaatste jaar nog wel met mijn vrienden en provinciaal te voetballen. Maar ik weet niet als ik dat op die moment nog ga kunnen. Dus ik heb echt geen flow idee waar ik wil eindigen. Ik ben nog aan het begin van mijn carrière, dus ik denk dat, zoals Brenda net zei, dat de antwoord voor hem iets makkelijker is. Oké, dank u wel. Bedankt. Veel succes nog als reporters. Ja,